We zijn nu in mijn bureau. En als je de rest van mijn huis wil zien, kom dan maar mee. Dit is een hele bijzondere kast in mijn huis. Hier bewaren wij alle spullen die wij hebben gekregen van onze trouwfans. Een groot deel is hier. En de rest ligt bij Diep, David en William. En als jij nou ook iets maakt voor deze kast, dan komt dat hierin. En zoals je ziet bewaren we alles. Dat gaat van mooie handgemaakte houtsnijwerken, een paar prijzen die ook zelf gemaakt zijn, onderscheidingen, heel veel handwerk, heel veel mooi geschilderd en kledingstukken, zoals handschoenen. Boekwerken met alles erop en eraan. Gebruiksaanwijzing van rapalje. Dit zijn spullen die wij echt goed bewaren, lang bewaren. En als het straks niet meer past en je ook iets wil maken voor ons, dan komt er gewoon een grotere kast. Als jullie nou vragen hebben aan mij, dan kun je de e-mail die ik heb gestuurd, kun je beantwoorden. En als je me één vraag stelt, dan krijg je van mij persoonlijk antwoord. En je mag alles vragen wat je wil. De vraag is wat voor antwoord je krijgt op je vraag. En als je iets op wil sturen of iets mee wil nemen voor mijn kast, neem mee naar optredens of stuur het op. Het adres staat in de e-mail als je ons iets toe wil sturen. Dit is onze voorraadskamer en hier worden onze cd's verpakt, meegenomen naar optredens. En hier vanuit worden ze ook opgestuurd voor de webshop. En het zijn allemaal pakjes met heel veel cd's daarin. Allemaal met hand ingepakt, ook met hand uitgepakt. Dit is onze cd's in. Dit is bijvoorbeeld één van onze cd's. En die zijn met de hand gemaakt. Ze zijn hier opgeplakt, dit. Ja, achterin zit het schijfje. En het zijn gebonden boekjes. Dit is linnen, dit. Met karton. En daarin boekjes. Die gebonden zijn bij een binderij. En die sturen we dan op en nemen we mee. En ik laat jullie zo meteen even zien wat er nog meer te zien is. Hier zie je de t-shirts. Allemaal kleuren, rood en zwart. We hebben hele mooie tasjes met ons logo erop. Nog meer t-shirts. Decoratie. En dit zijn onze verschillende soorten cd's. En we gebruiken onze posters om ze in te pakken. Zoals je ziet. Dan gaan we nu naar de studio. Hier in de studio bij mij thuis nemen we de cd's op voor rapalje. Er zijn twee cd's al opgenomen, dat is deze, dat is Klaveren. En deze, en dat is Harten. En een van de nummers van deze cd is dit, dat is hier te zien. Het zijn vrij eenvoudige opnames, er is niet veel aan gedaan. Gewoon spelen, opnemen en klaar. En wat we nog meer in de studio doen, zijn opnames voor anderen. Er zijn meer artiesten die af en toe komen in de studio. En hier worden ook de geluidsinstallaties ontwikkeld en getest. Die je kunt horen als je een optreden van rapalje ziet. Daar zijn mijn luidsprekers die hier zijn gemaakt. En hier is een nieuw prototype van een nieuw systeem die misschien ook ergens te horen is. Volgende week bij William thuis.